Temu. Je kan er bijna alles op kopen en meestal heel goedkoop. En je kan zelfs spullen gratis krijgen. Klinkt natuurlijk goed, maar volgens experts is het dat niet. Want de app doet verschillende dingen op je telefoon zonder dat jij dat weet. Als je Temu op je telefoon wilt downloaden, dan moet je de app toestemming geven om je camera te checken, je berichten te lezen en om in je contacten te kunnen. Temu kan ook zelf iets installeren op je telefoon of screenshots maken van waar je op dat moment mee bezig bent. En het kan zelfs geluidsopnames maken. Tim, jij hebt Temu bestudeerd. Waarom doet die app dat nu eigenlijk allemaal? Temu wil zoveel mogelijk informatie over jou verzamelen. En dat is eigenlijk alles wat je online doet. Wie je vrienden zijn, waar je bent, wat je koopt enzovoort. En die informatie verkopen ze dan zelf weer door aan andere bedrijven die jou heel gericht reclame gaan sturen om jou nog meer producten te doen kopen. Dus eigenlijk verdient Temu zelf geld aan jouw gegevens. Moeten we de app dan niet meer gebruiken? Ik denk dat wij ons bewust moeten zijn van de risico's. Een aantal tips. Geef niet meteen toestemming als Temu iets vraagt. Gebruik bijvoorbeeld tweestapsverificatie. Dat wil zeggen dat je een extra beveiliging inbouwt. En als je een account maakt, link dat account niet meteen aan je Google-account of aan je Instagram-account. Want dan komt Temu eigenlijk nog veel meer te weten over jou. Als je daar rekening mee houdt, is het best wel wat veiliger. Alright, heel handige tips. Ik neem ze zeker mee. Dikke merci. Nu, praat altijd eerst sowieso met je ouders voor je een app downloadt of voor je iets wil kopen van op het internet. En kijk ook altijd of het goede kwaliteit zal zijn en of je de spullen ook wel echt nodig hebt. Hey, merci om deze video te kijken. En ik denk dat je deze ook wel leuk gaat vinden. Vergeet niet te liken en abonneren, hè.